gaan hem doordraaien, merk je. We gaan hem doordraaien, jij nog eentje, ja. We gaan hem doordraaien, we niet ermee. We gaan hem doordraaien, we gaan Vegatina. Ik heb altijd, als ik deze plaat hoor, dan heb ik zin om een emmer wietolie op te drinken. Waarom weet ik niet. Maar een mooi bruggetje weer. Voor onze volgende gast natuurlijk, hè, zit in de stoel. Edwin Penning. Ja, jij kwam ermee aan. Ja, nou, Edwin Penning vind ik een hele... We houden van markante mensen en markante Haagenezen. En Edwin ken ik uit de periode dat wij Haagse Johnny Wels filmden met Groen Gerhard. Ja. En Ed was eigenlijk de boezemvriend en de rechterhand van Haagse Johnny, toch Ed? Ja, klopt. En eigenlijk was afgelopen zaterdag, volgens mij ook die zaterdag ervoor, was Haagse Johnny was 1 jaar dood. Hè? En dat werd een soort van gevierd, zeg maar. Dat was een soort herdenking. Ja, gevierd is een raar woord, maar herdenking. Ja, herdenking, hè? Ja. Ja. En is er ook nog een blootje gerookt tijdens die herdenking? Ja, meerdere. Ik geloof door... ja, het stond helemaal blauw daar. Maar wat mis je nou het meest aan Johnny? Ja, al die dingen, al die lol die we hadden in de stad. Met filmpjes maken vooral. En ja, wanneer mis ik hem nu als er weer wat gebeurt? Ja. Ja, de eerste die ik belde was hij. Ja, want jullie waren eigenlijk met z'n tweeën de pen in die S van Aartsen, hè, altijd. Ja. Altijd achtervolgen met die camera en filmpjes maken. Ja, en dat doe ik nog steeds graag. Edjes Vlog is dat toch, als mensen daarin geïnteresseerd zijn? Ja, Edjes Vlog. En daarmee stel je eigenlijk alle wantoestanden in de Haagse stad... en in de samenleving, die stel je zeg maar aan de kaak, toch? Ja, klopt. En natuurlijk, toen zijn we met nog een paar jongens harsolie gaan maken. Hars of wietolie? Wietolie. Ik hou je scherp in de gaten. Ja, klopt. Nee, maar dat is van wietafval. Ja. En dat maken we dan. Ja, dat gaat in een trommel, hè? Toch? Zeg ik het goed? Ja, je kan het op allerlei manieren doen. Maar het is van het blad, hè? Daar wordt het van gemaakt. En wat daarvan afblijft, zeg maar, de THC of zoiets? Ja, dat, zeg maar, die toppen die gaan natuurlijk naar de shops. Ja, en het blad gebruiken jullie, zeg maar. En daar wordt dan olie van gemaakt. Ja, en dat is een wondermiddel, hè? Ja. En ik heb hier bij me Kees Noordermeer. En die gebruikt dat... En die hebben een heel ander leven. Maar voordat we zo naar Kees gaan, want het is natuurlijk een heel interessant verhaal. Word je ook een beetje stoned van die olie? Kan dat? Ja, je wordt knetterstoned. En wat hij zit dan met een grote lach op zijn bek te vertellen. Het grappige is dat ik heb... En normaal is dat ook best duur, toch, die olie? Ja. Maar het mooie vind ik, en dat vond ik echt een mooi verhaal... Jeffrey Huff, die doet ook dingen samen met Ed. Hè? Die gaan binnenkort ook samen een radioprogrammaatje maken op Radio Centraal. En hij belde mij op en dat vond ik wel een mooi verhaal. Hij zegt, ja, Ed geeft dat dus weg. Iets waar je normaal veel geld voor gevraagd hebt. Zieke mensen, hij geeft dat weg. Het is een soort Robin Hood van de drugsdealers. Ja, ik verdien daar helemaal niks op. Nee, maar ik vind dat wel heel mooi. Ja. Nou, absoluut. En wat wel grappig is, meneer heet Kees, toch? Ja. Voordat we naar Kees gaan, wat heel grappig is... Zal ik Edjes Vlog en zal ik een filmpje met Bert van Leeuwen van de EO. Ja. En het schijnt, Kees begint al te lachen. Het schijnt, Bert zat enthousiast te vertellen in het filmpje met Ed. Toen hebben ze die Bert wat wietolie in laten nemen. En ze zien... Heeft niemand iets meer gehoord van Bert van Leeuwen? Die ligt ergens stoot hier in de Haag langs de kant van de weg. Die heeft niks meer gehoord. Die ligt nog stoot onder een kansel, zeg maar, waarschijnlijk. Ja. Hey, maar dus, geef dan die wietolie aan mensen die dat dan echt nodig hebben. Hè? En dat is een rassiertje sowieso. En is natuurlijk wel een beetje bekend dat natuurlijk cannabis of hasje en wiet... dat een medicinale werking heeft. Daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Maar zo langzamerhand komt het steeds meer naar voren... dat het inderdaad gewoon echt helpt. Ja. Nou, jij hebt Kees dus bij je. Kees Noordermeer was er. Ja, Kees Noordermeer bij je. Ja. En die heb jij dus geholpen. Kees, wat mankeerde jij dan voordat jij eigenlijk zeg maar, de Haagse joman dat tegenkwam? Hij draagt ook een blauwe jurk trouwens voor de luisteraars. En ik heb die andere man er nog tegengekomen. Ik heb, hoe zou ik het zeggen? Ik heb op mijn 23e een ongeluk gekregen tijdens mijn werk. Ben ik een kelder ingevallen. Ik heb een rug gebroken. Daar ben ik nooit goed van hersteld. Daar hebben ze allerlei trucken met me uitgehaald. Elektronica in mijn lichaam gezet en weet ik veel wat, maar ik bleef pijn houden. En de pijn werd van kwaad tot erger, 35 jaar lang. En verleden jaar, september, toen heb ik de moed opgegeven. Toen dacht ik van, tot hier en niet verder.
Ja. Nou, maar wacht eens even, Ed. Jij zegt, je wordt er knetterstoond van. Ja, maar ja. Ik zie er wel weer een show in. Als meneer de Mol luistert, toevallig, zal ja. Niet. Maar een big olie dieet. Een olie dieet, ja, natuurlijk. En ja, toch, gaan we ja. Die olie ja, ik, maken. Maar ik ben even de klussen. Word je nou wel stoond van of word je nou niet stoond van? Ja, je kan er goed stoond van worden. Toch wel, lekker stoond. Ja. Ja. Ik denk, weet je, voordat we verder gaan praten met deze twee hele interessante gasten. Ik heb me helemaal de tering gezocht naar een nummer over wietolie. Dat kwam ik niet vinden. Maar Ed, het schijnt dat je ook nog steeds wel eens een blootje rookt, toch? Ja, tuurlijk. Hoeveel rook je er per dag? Nou ja. Johnny zei 20. Zit je ook een beetje op dat level? Nou ja, 10, 12. Ja, nou, dat mag geen naam hebben dan eigenlijk. Ja, tegenwoordig een druppeltje erbij, hè. Nou, weet je. Ja, ik moet hem maken. Ja, ik lik mijn vingers af. Speciaal voor alle blowers in Nederland. En ook een beetje voor Haagse Johnny, die nu een jaar geleden overleden is, helaas. Dr. Dre en Snoop Dogg met Smoke Weed. Smoke Weed. Everyday, hè. Everyday. Op de dagen van 92-0. Blijf hangen. Steek die Jonko op dan. Ja, we gaan gewoon weer verder met deze twee hele interessante gasten. Want Kees, ik heb uit betrouwbare bron tot jouw vrouw tegenwoordig met een big smile op haar gezicht. Ja, jij gaat er weer lachen, oude viespeuk, oude smeerpijp. Dat zijn vrouw weer met een grote glimlach op haar gezicht. Hoe komt dat, Kees? Ja, wat denk je, steeds vrolijker, die Kees. Ja. Dat is een kleine Kees. Nee, maar het schijnt dat ook door de wietolie, jij ook gewoon weer seks gaan, wat eerst niet meer kon. Wat je door de wietolie krijgt, mijn zenuwstelsel is beschadigd. Ja. Dat is al 30 jaar, 35 jaar geleden gebeurd. En ik merk dat er bepaalde delen van het zenuwstelsel herstellen. Dus pijn gaat weg. Gevoel komt terug, dat soort dingen. Bloeddoorstroming gaat beter. Dus er zijn momenten bij dat ik denk van jongens, het kan er even. Goede kant op. Ja, dat is goed om te horen. Hey, Ed, zit er eigenlijk ook nadelen aan het gebruik van wietolie? Is het schadelijk voor je? Nee. Ja, je kan alleen als je echt niet tegen stoned zijn kan, dan moet je het niet doen. En jij, hè? Want je bent een fanatiek blower altijd geweest, hè? En een fanatiek wietgebruiker. Waarom gebruik jij die wietolie? Ook om stoned te worden of ook voor andere dingen? Nee, ik had ook last van mijn knie. Ja? Normaal liep ik altijd wel. Ik had, moet eigenlijk een nieuwe knie zo versleten is. Ja? En sinds die olie loop ik weer als een kiep. Ik zag je ze lopen. Volgens mij loop je de 100 meter in 10 seconden sinds je die wietolie gebruikt, of niet? Ja, zeker. Dus. Nou, het is natuurlijk wel jammer dat het aan illegaliteit moet komen. Hè. Dat is eigenlijk bizar. Want jij bent natuurlijk ook afhankelijk van leveranciers, zeg maar, die dat blad geven, laat me eerlijk zijn. Ja. Dus, sorry. Dus ja, het is natuurlijk wel vervelend bijvoorbeeld voor de mensen die je helpen als je dan een keer niet kan leveren. Maar wat ik bijvoorbeeld wel wonderbaarlijk vind, is dat jullie net vertelden toen de microfoons uitstonden, Kees, jij ging naar Polen toe, je bent een tijdje naar Polen toe geweest en je durft natuurlijk die wietolie niet mee te nemen, hè, om er geen problemen te krijgen. En hoe kwam je terug? Ja, ik moest terug. Ja, je moest terug in een? Ja, ik heb de vakantie af moeten breken, omdat alles passeerde de revue. Ik kon op een gegeven moment niet meer lopen. Ik kreeg heftige anafylactische shocks. Het lichaam ging helemaal averechts reageren. Ik wilde maar één ding en dat was zo snel mogelijk naar Nederland. Ik moest wietolie hebben. Ik moest, want het ging helemaal fout. Ja. Ja, je ging weer helemaal achteruit, zeg maar. Ja, een tijd van een, nou, ik kan wel zeggen, van een aantal dagen ging ik wel hard achteruit, ja. Zo. Maar, ja. Ga, bijvoorbeeld. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het afbouwen van de morfine in mijn lichaam en de suikermedicatie en de insuline, daar was ik natuurlijk al op eigen houtje mee aan het stoppen gegaan, omdat ik bewijs wilde leveren van hoe ver kan het lichaam gaan. Hey, en als ik zou horen, Ed, het helpt dus tegen suikerziekte. Ja. Het helpt tegen zenuwpijnen, toch? Ja. Je valt er vanaf, zeg maar. Ja, in zijn geval dan. Dus, ja. Zijn er nog andere dingen? Ik bedoel, het is eigenlijk al een wondermiddel als het tegen die drie. Maar zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, daar helpt het tegen? Of daar? Nou, tegen eczeem. Ja. Infecties. En als mensen nu luisteren, die denken van joh, ik zit onder het eczeem of ik heb Parkinson. Of dat, je hebt aan het trillen geslagen. Of zenuwpijnen. Hoe kunnen ze dan aan die wietolie komen?
Of door met mij contact. Ja. Maar ja, ik kan natuurlijk niet... Iedereen gratis Vitoli geven. Nee, dat gaat... Nou ja, gratis wel, maar zoveel heb ik niet. Nee. Snap je? Ja, of ik moet er van al die tuintjes die de gemeente Den Haag oprolt en in de Schedder gaat. Als ik dat afval krijg, dan vind ik het prima. Ja. Dan kijk ik half Den Haag. Maar eigenlijk zou je met die Van Aartsen die je altijd achtervolgt, zou je eindelijk een keer gewoon om de tafel moeten, samen met Kees, om het resultaat te laten zien. En eens kijken, Josias, kunnen we daar wat mee met z'n allen? Ik denk dat hij zelf even een druppeltje moet proberen. Als hij durft, ja toch? Edward, Vitoli is verboden, neem ik aan? Ja, ja, ja. Ja. Die olie die staat ook op de harddrugslijst. Op de harddrugslijst? Ja. Oké, okay, op lijst 1, zeg maar, zoals dat ja, zegt. Ja. Ja, dat is dan bizar natuurlijk. Dat is weer jammer, want je helpt er mensen mee en uiteindelijk... Ja, maar elk lichaam heeft ook cannabinoïden. Ook dieren, snap je? Maar dat zit in geen één medicijn. Ja, Kees, wil wat zeggen? Kees, zeg maar. Ja, dat kan ik heel goed uitleggen. Ik heb me daar heel erg in verdiept. Door de evolutie is dat uit ons lichaam op een of andere manier gegaan. Dat ligt stil, die cannabinoïde systeem. Ja. En die wietplant, die heeft cannabinoïden. En doordat je die plantaardige cannabinoïden in je lichaam krijgt, gaat hij dus je eigen cannabinoïde systeem aanwakkeren. Okay. Waardoor het niet als vanzelfsprekend is dat je af moet vallen. Alleen zegt dat lichaam van, ja, luister eens even, die vette hap die jij eet, die wil ik gewoon niet. Nee. En die kots je eruit als jij wietolie gebruikt. Ja. Dus jij wordt verplicht. Verplicht door je eigen lichaam om je eigen tegen te komen. Maar ik denk dat dat wietolie gaat nooit gelegaliseerd worden. Want die McDonald's en die fastfoodmafia die gaan dat tegenhouden. Want anders dan kunnen die tenten wel sluiten natuurlijk als iedereen massaal aan de wietolie gaat. Maar je kan er ook een vreetkick van krijgen. Hè? Ja? Dus, dat kan ook de andere kant op werken. Dus, ja, toch? Wat dacht jij van de chemische industrie dan? Ja. Is het dan geen schande? Kijk hier, pagina 113. Lees het van hier. De teletext. Ja, kankermedicijn beperkt beschikbaar. Beperkt ja. beschikbaar. Weet je hoeveel mensen hiermee gekomen? Want ik ga niet kijken naar het andere verhaal. Want ik krijg van iedereen te horen, je bent een junk, je bent dit. Ben helemaal, meen je dat? Nog steeds, ondanks het feit dat die mensen jou zich in de ogen zien opknappen? Maar ik ben toch zelf ook zo opgevoed? Ja. Nou, laat ik eerlijk zijn, ik ben nou 62 jaar. Ik ben toch al die jaren lang sodemieter door de regering? Of zie ik het nou verkeerd? Nu zitten we hier op Den Haag FM, hè? We zijn natuurlijk een vrij kleine speler in Medialand. Maar ja. Ik denk dan, dit soort verhalen, dat is toch ook interessant voor de wereld draait door. Als jij daar met Kees gaat zitten, bedoel dat... Willen ze niet. Kom maar. Dus, kom maar. En dan ik ben bij BNN geweest, Spuiten en Slikken. Ja. En die Bert van Leeuwen was... Maar dat was een proefopname. Ik denk dat hij die band kwijt is geraakt. Die zijn gewoon de dag kwijt. Ja. Maar het lijkt mij wel wat als jij stelt dat je ook bij de wereld draait doorkomt. Heb je ook zo'n band die daar mag optreden? En jij had het net over kankermedicijn. Ja, jongens die regelmatig wordt kanker bezig, maar voor de rest wel vrij geniale muziek maken. Dat zijn vrienden van jou. Dan moet Junk Life. Ja, ja. En die moet je dan gewoon meenemen naar die Matthijs. Inderdaad. Kan je dat regelen? Ja, dan staat als ze dan nog... Want staat het helemaal blauw daar. En voor de mensen die niet weten wie Junk Life is, jij wil wat laten horen toch aan die mensen? Ja toch. Wat dan? Ja, van de CD, dat maken die jongens. En Nummer 4. Ja, kampioen? Dat slaat een beetje op mij, vind ik. Kampioen niks doen? Ja. Maar jij maakt toch wietolie, toch? Ja, helemaal niks doen. Maar okay. Kampioen niks zet je radio lekker hard. De Haag FM, kampioen niks doen. Junk Life. Uit de dienst 12 uur net opgestaan. En ik draai een flow zo dik als een banaan. En ik steek hem aan. Eén ding is zeker, vandaag zal ik zwaar op mijn plaat gaan. Ogen rood en gespleten als een Chinees. Het is die stank in de boom, gekke kanker geweest. En mijn leven is een feest waar ik kanker doorheen race. Als een Ferrari aan de base. Op naar de coffee shop, zonder dat ik word verstopt. Door een jood of door een irritante bitch wordt gespot. En alles is oké. Ik heb geld in mijn zak en het weer zit een keer mee. Ik ga lekker drinken tot ik aan mijn neer pleur. En na afloop kom ik nog even bij een hoer op de deur. Geloof sterk in mezelf, wat de kerk. En gelukkig heb ik geen werk. Oh, bitch, kampioen in niks doen en bitches doen. Nou ja, we doen geen malle moer. Struinen dubbel, we zuipen over de straat. Waar we met dubbele tong praten en hebben niks meer in de gaten. Kampioen in niks doen en bitches doen. Nou ja, we doen geen malle moer.
kan het dubbel beschaving over de straat. Waar we met dubbele tong praten en hebben niks meer in de gaten. Nooit zal ik kijken onder het juk van de maatschappij. De opgevoerde druk maakt totaal geen indruk op mij. Hij voor lijf tot alle gekkigheid voorbij is. Is mijn leven voorbij, dan ligt met een grijs in mijn kist. Kutpiraat is geen geïndoctrineerd schaap. Liever zwerven op straat dan een slaaf van de staat. Hekel aan, regels heb ik al van jongs af aan. Van elke baas, voel me veel te goed voor een suffe baan. Naakt uit mijn plaat lig ik vaak naaf. Een natte vagina als bij haar buren de wekker gaat. Zoete blootjes steek ik aan en kijk verstoond uit het raam. Zure robots leven als een onderdaan. Al doe ik helemaal niks, ik eindig nooit onderaan. De mooiste vrouwen hebben mij naast de schoenen zien staan. En ik doe ze, ook zonder poen of roem. Ik ben een kampioen en hoef er nauwelijks ook maar iets voor te doen. Kampioen in niks doen en bitches doen. Oh ja, we doen geen malle moe. Struin in dubbel beschaving over de straat. Waar we met dubbele tong praten en hebben niks meer in de gaten. Kampioen in niks doen en bitches doen. Oh ja, we doen geen malle moe. Kampioen. Ja, kampioen, niks doen van Junk Life. En, we doen geen malle moer. En onze vroegere medepresentator, althans mijn vroegere medepresentator, Jeffrey. Ruf, die gebruikt ook wietolie. En ik sprak hem met en hij zei dat hij dat anaal inneemt. Maar is dat de bedoeling? Dat is niet met flesje en al, zei hij. Maar dat vindt hij zo lekker. Dus, ja, nee, want, maar eigenlijk, we vragen wel een serieuze bedoeling eigenlijk. Want hoe neem je het in eigenlijk? Dat kan op een spekkie als je het vies vindt. Hij neemt het ook zo in. Gewoon puur? Ik een druppeltje? Ja, zo. Ik moet het wel kokend heet maken. Ik kan het in de thee doen. Deze is verdunt. Wat je hier ziet. Dus deze is gewoon verdunt. Maar als de olie puur is, dan krijg je het er niet uit. Nee, je gooit het dus in. Je kan het ook in de thee gooien dan, toch? Ja, denk zeker. Ik dan. Moeten we, ja, je kan het. Maar ja, dat kan je net goed. Ja, door de thee. Het is olie. Het is echt puur olie. Goot die olie gewoon lekker door je soep heen. Je kan het ook in een capsule doen. En dan één druppeltje. Invriezen. En dan neem je het in. Oké. Kan alle kanten mee op, Jos. Ja. Ik wil even terugkomen wat u net zei voordat we de muziek in gingen. Toen zei u van, ik ben eigenlijk jarenlang in de maling genomen door de regering. dat het allemaal slecht zou zijn, et cetera, et cetera. En u bent er natuurlijk mee geholpen. Nou, is natuurlijk wel te begrijpen dat dit altijd tegen weerstand aan zal lopen. Hè? Omdat de mensen, dat kan allemaal niet en noem maar op allemaal. Absoluut. Maar u heeft natuurlijk, u loopt natuurlijk ook bij een ziekenhuis. U heeft specialisten, internisten, noem maar op allemaal. Ja. En daar, die zien natuurlijk ook dat u beter met u gaat. Ja, absoluut. Hoe reageren die erop dan? Verbijsterend. Verbijsterend? Ja, natuurlijk. En die, maar ik moet natuurlijk ook heel voorzichtig zijn wie ik benader. Ja. Dat klinkt heel raar. Ik bedoel, kijk, ik hoorde net wat van, is dat gezond? En kun je het er zomaar ingooien? En wat zijn de gevolgen? Ja, ik kreeg iets en ik ben erin gaan gooien. En hoe wordt het gemaakt? Ik weet het niet. Ik ben erin gaan gooien. En er kwam een hoop kritiek op spuiten en slikken dat het allemaal gevaarlijk gemaakt zou zijn. Ja, ik heb inderdaad bloedonderzoeken laten doen. En ik heb inderdaad, ik denk dat ik bloedonderzoeken bij me heb. Het is allemaal, tuurlijk, maar ik kan niet zeggen tegen de dokter, ja, ik gebruik wietolie. Nee, en dat is ook het gevaar, hè. Als je op YouTube gaat zoeken hoe je het moet maken, er is ook explosiegevaar. Ja, dus dan is je ineens je hele huis. Ja. Jongen, waarmee ik het doe, die heet Jeroen. Als een vakman, dat heb ik gezien op film. Exeslog, dan zie je hoe hij het maakt. Maar die is wel een keer helemaal verbrand geweest. Ja. Maar wat heeft hij gedaan? Die is Beverwijk, dat is geen lulverhaal, nee. Hè? Beverwijk uitgerend. Ja. En die is thuis harsolie weer gaan maken. En op zijn wonden gaan smeren. En die wonden gingen helen. Ja, maar ik heb hem bezig gezien. En eigenlijk wat Lonnie is voor de Indonesische keuken, is hij voor de wereld van de wietolie. Dus een guru op dat gebied. Zeker weten. En Ed, maar als mensen meer van jou willen zien, moeten ze op YouTube kijken naar Edjes Vlog. Ja, of ja. Je was dan ook betrokken Facebook. Bij de huiskamer. Bestaat de huiskamer nog? Cannabis Club de huiskamer? Nou, dat staat nog op Facebook. Één groep. En daar deel ik altijd het nieuws heen. Maar voor de rest naar Edjes Vlog. Want je beheerde ook de, dat is een grappig, bij Haagse Johnny, van die groep. Jij beheerde ook de financiën. Met Edson Penning, maar hij maakt wel Edson Penning meester, hè? Ja. Dat was altijd lachen, ja toch? Hey, Penningmeester, Penning, bedankt voor je komst. Kees, bedankt voor je komst. Ik hoop dat het heel goed gaat met je gezondheid. Heel sterk, Kees. Ik hoop dat mensen die dit gehoord hebben, denken van, joh, Ed, die kunnen jou op Facebook Edwin Penning opzoeken, toch? Ja. En vooral kijken naar Edjes Vlog. Als je zelf ook wil experimenteren met wietolie, maar sluit wel eerst de goede brandverzekering af, hè, toch? Ja, als je zelf gaat maken wel. Anders gaat het niet goed. En ik zeg, slaap lekker ding. En als je wietolie gebruikt, dan komt dat vast goed, want dan lig je snel in coma, toch? Ja, toch? We gaan hem blow draaien, 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 we gaan hem blow draaien.